وهذا ابراهيم واي واي يو اخت مانا واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي بيتاج واي واي نخيتي بيتاج واي واي خين بيتاج فور واي واي الوي خندور واي واي برايم برايم Jawel, zijn we weer. Jawel, mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. En vandaag staan wij op een hele bijzondere plek. Maar voordat ik jullie wat meer ga vertellen, vergeet vooral niet eventjes te abonneren. Dus gewoon eventjes snel doen, even fixen, zodat jullie sowieso een toffe video van ons krijgen. Mijn naam is Brahim en jij bent? Bilal. En samen maken wij... voordat ik verder ga, vandaag gaan we een hele bijzondere persoon bellen. Ik heb jou niks verteld. Waar? Wat meen je dat? Ben je dat nou echt? Echte mannen. Dat zijn toch geen echte mannen? Hey Bilal, weet je wat we vandaag gaan doen? We gaan naar een hele lieve jongen. Die is helemaal gek op Bilal. Weet je hoe hij heet? Oké, dan moet je me nou zeggen. Soufiane. Zeg eens Soufiane? Ja! En Soufiane is gek op Bilal. En Soufiane is ook een beetje bekend geworden. Weet je waarom? Soufiane is een beetje ziek. Oh, kijk eens, die gezicht verandert gelijk. Maar, ondanks hij ziek is, hij houdt van werken. En hij houdt van mensen. En hij houdt van jou. Zullen we even naar hem toe gaan? Naar wie gaan we toe? Ik ga die zijn. Allah, deze gozer, jongen. Nou ja, mensen, vergeet niet te... Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Want wij zijn echte... Echte mannen. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Zijn tijd. Positiviteit. Are. Perfect. Are Vedeci. Mensen, loop mee. Ja, gaat juist. Houd. Hey, Bilal. Hey, broer. Mag ik mij voorstellen? Hier, geef me een handje. Salam, ik ben Soufiane. Alles goed? Ik heb veel over jou gezien. Klopt, hè? Je bent een goeie jongen. Moest je heel broer? Alhamdulillah, met jou. Alhamdulillah. Wow, sorry broer. Nee. Wacht, wow. Nou broer, succes met hem vandaag. Ik zeg... Bila. Wow. Kom. Waar is hij nou heen? Nee, kom. Sorry hoor. Nee. Kom hier, lopen joh. Ouwe. Wegwezen hier. Lopen. Sorry hè. Nee. Oh. Rustig. Kijk eens. Alles goed? Oh jee. Goeiedag. Alles goed? Ja, prima. Wat gaat die jongen allemaal doen? Goeiedag aan het Ik denk dat zo. Nee. Ho. Wacht even hoor, Soef. Geef die camera even aan jou. Ja, zeker, broer. Kom. Nu kan jij filmen, hè? Ja, is goed. Kijk eens. Ja. Nee. Kom maar. Ja, kom maar. Ga maar staan, kom maar. Ga maar staan. Nee joh, rustig aan. Zo. Hij gaan. Kom. Oké, nu blijft het bij mij vriend. Nee. Even kijken. Wacht. Even rustig. Zo, wij nemen deze even over. Nou, we gaan hem eerst even rustig krijgen. We gaan eerst even een fatsoenlijke welkom heten, noem maar op. En dan zien we elkaar zo. Alleen maar? Echte vrouwen. Geef maar een high five. Wat is dit dan, joh? Kijk eens. Leef vandaag, want morgen is niet beloofd. Ja, dit is een slogan, hoor. Ja, man. En het valt me op, moet je kijken, mensen. Leef vandaag, want morgen is niet beloofd. En weet je wat ik helemaal gruwelijk vind? Jullie hebben nog niet gezien hoe Chachi eruit ziet. Kijk. Ja. Zo graag. Ha, dit zijn ze, hoor. Dankjewel.
Nou, daar wil ik zo meteen alles van over weten. Is goed. Ja, toch? Ja. Wat is de bedoeling zo meteen? We gaan uit stichting iets doen, een project doen voor... jullie zullen zo meteen wel meer zien. Oh, je gaat het ook echt zo geheim houden? Je wil nog niks vertellen? Nee, het is voor mensen die voor de stichting iets kleins weggeven en meerdere mensen tegelijk blij maken. En dat gaan we zo meteen doen op een school. Oké. Okay. En mag deze gozer meehelpen? Ja. Je bent hier echt een lokale held, zeg maar. Ja, veel meer. De meeste mensen kennen mij wel hier. En ik woon hier achter, dus... Iedereen kent jou? Ja, zo... ik zeg het nu graag maar, ja. Mag wel. Ja. Oké. Okay. Is het ver waar we moeten zijn? Nee. Nee? Nee. Een klein stukje lopen. Nou, dan gaan wij een klein stukje lopen. Bila, help je mee of niet? Samen duwen als kom, gaan we hem zout duwen. Hoi, hoi. Brahim. Hallo Brahim. Het is nog steeds even wennen. Hallo, hoi. Hey. Ja, dat blijft wennen. Ja. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook, ik mis het ook gewoon echt. Ja. Ja, dat vind ik wel. We blijven naar Slimbak. Hey. Hey, hallo. Wow, 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 wow. Wat ga je doen? Zo. Wat ga je doen? Zo. Echt helemaal. Hoi, hoi. Bilal, Bilal. Doe maar hier neerleggen, ja? Nee, 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 dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen. Kom, hup, lopen. Hoi, Soef. Kijk eens aan. Nou, Soef, wat is je eerste indruk? Ja, ik zag maar een paar fiets, maar het is nog liever dan nog fiets. Ja, echt? Rollen, echt rollen. Kijk uit. Nou, goeiedag allemaal. Hallo dan. Hoi, alles welkom, goed? Jongens, welkom. Hallo. Hey, goeiedag. Hier zit de bal in. Knap hoor. Doe je die vasthouden? Ja. We hebben nog twee. Alles goed. Drie ballen, kijk eens. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ja, Suzanne ook, hè? Echt waar? Ja, kijk eens wat ze daar hebben. Ja, de baby. Professioneel. Ja. De echte. Nee? Ben je misschien bang van de hond? Zal ik de hond eventjes wegdoen dan? Maar het is wel een hele lieve. Zullen we straks samen eens even kijken? Ja. Het is namelijk een hond zonder tandjes. Dat is leuk, hè? Nou, Bilal is hier bang voor. Goedemiddag allemaal. Hallo. Ik neem gewoon even het woord namens onze vrienden Bilal en Soef. Soef is wel bekend in Breda. Bilal is wel bekend in Nederland, dus die hebben elkaar wel gevonden. Toch? Echte mannen, toch? En Soef wil graag mensen blij maken. De stichting Doe Soef wil heel graag mensen helpen. En altijd in de breedste te zien. Dus een glimlach bezorgen bij anderen. Zolang het nog kan. Nou, we hebben een mooie stichting opgericht. We kunnen heel lang aan de slag. En wij hadden gedacht dat Stichting 6, jullie, prachtig mooi initiatief. Maar jullie hadden buiten niks om te spelen, toch? En volgens mij is unaniem besloten dat jullie willen gaan basketballen. Hij is nog een beetje te laag natuurlijk, maar er schijnen hier heel veel vaders te zijn die handig zijn. Toch? Ja. En die moeten gaan graven met beton en zo uiteindelijk. Maar laten we officieel zeg maar bepaalde krachten voor een bal erin te gooien. Dus Soef, aan jou, die heeft die lauwe een bal gooien. Nee, een bal gooien. Lukt je niet. 3, 2, 1. Oh, nog een keer. 3, 2, 1. Hey! 3, 2. Hey! Zo ver al. 2, 1. Gooi me. Zo. Is het 3 punten bijna. Grote afstand, kijk. Kijk. Ho. Oh! Zo hé! Kijk eens aan! Hoppa! Maar zit jij op basketbal dan? Zit jij op basketballen? Nou, eigenlijk niet zo. Nee? Nee. Oh, maar sport jij wel dan? Ja. Wat doe jij voor sport dan? Voetballen. Voetballen? Ja.
Kijk even naar je kuiten. Ja, 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 ja. Mag ik even voelen of ze sterk zijn of niet? Ja hoor. Ja? Zo, hé. Allemaal magisch. Echt een spits, hè? Sta je ook spits? Nee. Over sta je dan? Middenveld en verdediger. Oké. En wat zijn jouw kwaliteiten? Waar ben je heel goed in? Ja, dat is een hele goede vraag. Maar kan je heel goed die bal afpakken? Of kan je juist heel goed die bal afpakken? Ja, allebei. Allebei? Ja. Goed gedaan. Oké. Okay. Ik denk dat hij ook basketballer kan worden. Ja? Want ik heb nou gezien hoe dat hij een driepunten maakt. En van zo'n afstand, hè? Ik denk dat hij hier heel goed gaat basketballen. Ja. Dat denk ik ook. Hey, succes, hè? Ja. Hoe ging het? Lekker. Hij is kampioen, zegt hij, Milan. Wie? Ben jij de kampioen? Als de beste. Meen je dat nou? Niemand kan mij verslaan. Niemand. Hey, maar ik zag... Ik zag hem net. Die was ook supergoed, hoor. Natuurlijk. Ja, nou, dat vind ik wel eerlijk van je. Hij is mijn beste vriend van mij. Echt waar? Natuurlijk. En wat doen jullie een beetje zo samen? Grapjes maken, lachen. Maar, wie is er nou grappiger? Hij of jij? Ik denk allebei. Ja, maar als je eentje moet kiezen, is het grappiger, denk ik. Het grappigste vind ik gewoon zelf. Ja, echt waar? Is hij grappiger? Ja, natuurlijk. En wat voor soort grapjes haalt hij uit? Heel veel. Ja? Over meisjes, tasdier. Oké. Een beetje ondeugende grapjes. Een beetje wel. Hè? Een beetje hij zoekt een beetje de grens op, of niet? Natuurlijk. Ja, dat mag. Toch? Maar als ik nou vraag of jij mop kent, jij kent geen mop of wel? Ja, ook wel. Wel? Oké, we gaan eens even proberen. Oké, ben je er klaar voor? Ja, ik wel. Nou, dames en heren, hoe heet je ook alweer, Joey? John. John. Tom. Tom. Oké, Tom. Tom van Tom en Jerry. Ja, ook ja. Oké, nou, jij mag nu de mop vertellen. Ik heb een mopjes van mij, een groetje, mijn zusje, Adje B, Nicky V, Nicky Simo. Marco Sato. Marco Sato. Ali B, yes sir. Ali B, yes sir. Oké, maar goed. Allemaal goed. Dank je wel. Leuk is. Oké, maar ik dacht, jij gaat een mop vertellen. Nee, een mop, ja. Oh, dat is de mop. Nou, ik heb een goede mop. Oké. Ik ook een mop. Het is heel klein, kort mopje. Ja, nou, dat is alleen maar goed. Een mop? Tom steekt een domme in zijn en een mop. Ja. Een mop is een lepel met lepel. Je bent wel creatief met moppen bedenken. Hè? En, ken jij een mop? Nee, ik niet. Nee, je durft niet aan. Nee, ik durf het niet aan. Ik ken het niet. Dames en heren, hij zegt dat hij heel goed kan tellen. Dus ik ga dat even uittesten. Jij mag niks zeggen. Hopslot. Is die zeker weg? Zeker? Ik hoor je niet. Nee. Hey, dat kan niet. Let op. Hoeveel vingers steek ik op? Maar, wacht even. Goed kijken. Dus, hoeveel vingers steek ik op? Nou ja, zeg. Ja. Nou, dit. Hoeveel is dit? Eén. Wat? Wacht even. Hoeveel vingers steek ik op? Je trapt er niet in, hè? Ja, nee. Hé, hey, wat zeg je? Ik zie nee. Oh, oké. Jullie mogen geen ja en geen nee zeggen. Oké, kijkers, zijn jullie er klaar voor of niet? Dus ze mogen geen ja en geen nee zeggen. Oké. Ben je klaar voor? Ben je klaar voor? Wat zeg je? Ja. Die telt nog niet, het begin telt nog niet. We gaan helemaal opnieuw. Ja. Wat zeg je? Wat betekent dit? Dikke duim. Oh, dikke duim. Oké, hij is scherp, dames en heren, hij is scherp. Hoe oud ben jij? 23. 23 jaar? Ik ook. Wat zeg je? 23. 23 jaar? Ja. Wat zei je nou? Ja. Nu is Tom aan de beurt. Heb je nou een fout gemaakt? Ja. Ja!
Jongens, dames en heren. We hopen dat jullie het leuk vonden. Dan gaat snel met Toef mee. Tot zometeen. Adem en etje. Spices of Marrakesh, the master in spices. Het juiste adres voor alle heerlijke unieke smaken en kruidenmixen. Onze kruiden worden door onszelf geproduceerd in onze eigen fabriek. Bestel nu eenvoudig via onze webshop, spicesofmarrakesh.nl. Of bezoek een van onze vestigingen. Voor groothandelsaanvragen kunt u contact opnemen. Oké, mensen. Ik had niet verwacht dat het zo warm zou zijn, maar het is echt, echt warm. Oké, wat gaan we nu doen? Ja, dit is de winkel waar ik werk. Ja. En we gaan nu kassa rijden. Om wat biljet wil, ik vullen en alles kiezen. Alles? Alles. Maar wat we horen natuurlijk constant wat jij doet en zo, maar we hebben het eigenlijk niet eerder gezien. Ja, klopt. Ik heb 5 jaar geleden getocht gekregen dat ik even een spierziekte heb. En nu ben ik in mijn eigen stichting begonnen om andere mensen te helpen. Oké. Dat is mooi. Nou, daar wil ik zo het een en ander over weten. Ja. Dus we gaan nu in ieder geval kassa draaien. Ja. Broer, eigen verantwoordelijkheid. Kassa verschil en zo, ik heb daar niks mee te maken. Maak dit zo, komt al om mij. Kom. Jalla, loop mee. Wat wil je doen? Ja. Gaan we zitten op de kassa? Ja. Bilet, kijk, we gaan kassa 1. Wat staat daar? Wat staat daar? Ja, dank je. 1. Ayo. Kom, ga maar zitten. Lukt dat? Ja. Zal me even aanmelden? Nou, mevrouw, succes zometeen met haar. Ja. Goed zo. Voor deze man en dan weer die. Voortlap. Goed. En dan deze. Hij is aan de onderkant. Doe maar zo. Goed zo. Ja? Doe maar eerst al het scherm trouwens. Je kan gelijk gewoon weg hier. Aan de zijkant. Oh, deze gaan we weer wegen. Dan mag ik op deze klikken. Deze doet mee. Hoeveel moet ze betalen? 80 euro. 80 euro. Oh. Wilt u ook nog de WK-stickers? Ja, graag. Dan mag je deze. Wilt u ook een bommetje? Ja. Mag je die pakken? Zo omhoog trekken. En dan deze. Aan die mevrouw geven. En zeg maar fijn dag nog. Nou, dankjewel, hè. Succes. 5 minutes later. Terwijl zij bezig zijn, moet ik binnen mee zien te krijgen. Dat wordt echt een hele klus. Ik denk dat hij hier gaat schreeuwen. Dus, wens me succes. Nou, jongens, we hebben hem eindelijk meegekregen. Sorry. Soef, wat is de bedoeling? We hebben nog voor Bilal en Jong een verrassing. Een verrassing? Ja. Wow. Hoor je dat, Bilal? Een verrassing? Een verrassing? Oké. Okay. Wat is dit allemaal dan, mensen? Dit zijn alle t-shirts en truien. Als mensen ze bestellen, dan sturen we ze gelijk op. En dat gebeurt gewoon vanuit Albert Heijn? Ja. En dit is wel... Ja, niet echt van Albert Heijn. Maar de filiaal die helpt je gewoon het makkelijker maken. Klopt, ja. En hoe voelt dat? Goed, man. Alhamdulillah, ja, goed. Dan heb ik minder zorgen en moet ik nog dingen regelen. Ja. Dat gaat nu allemaal vandaan. Ja. En bestellen veel mensen dit? Ja, best veel. Ja. Alhamdulillah, al het geld gaat naar het goede doel. En ik wil de glimlach van Doesoef meegeven aan de rest van de mensen. Ja. Dus het voelt wel goed. Iets om me over die trui te vertellen. Ja, ziet er strak uit, man. En de achterkant? Ja, man. Wat kan je vertellen over die trui? Deze kleding hebben we gemaakt speciaal voor het goede doel. Dus alle geld dat we binnenkrijgen van de hoedjes gaan naar het goede doel.
En daardoor kunnen we andere mensen blij gelukkig maken. En dat... En waar kunnen ze het bestellen? Op doeshoek.nl, daar vind je ook alle informatie. En als je vragen hebt, kan je ze ook daar stellen. Dus En sowieso in de beschrijving staat gelijk waar ze naartoe kunnen. Dus ga daar gelijk naartoe en steun. En het mooie is dat we net konden zien hoe de mensen zelf op reageren op iets heel simpels eigenlijk. Ja, klopt. Het. Met hele kleine dingen kun je mensen blij maken. Ja. Het beste in het leven zijn kleine dingen die gratis zijn. Dus het gaat niet om geld, uitduren. Als je geluk hebt, familie, vrienden, dat is het belangrijkste. Ja. En gezondheid. Ja. We hebben eigenlijk enige tijd geleden ben je behoorlijk viraal gegaan. Ja, klopt. Hoe heb je die periode beleefd? Heel druk, ook heel mooi. Echt, ik heb dingen meegemaakt die je dacht van, zal ik nooit meemaken, maar super mooie dingen. Ziyech, Memphis Depay. Was Ziyech toch wat hoogtepunt? Ja, jawel, ja. Ja, er waren zoveel dingen gebeurd die echt mooi zijn. Dus ik kan niet echt één ding kiezen, maar die van Ziyech was ook echt super mooi. Dat is wel heel speciaal. Ja. Want voor de kijkers die nog niet weten wat heb jij eigenlijk? Ik heb 5 jaar geleden gekregen te horen dat ik een spierziekte heb, SCA type 2. Mijn vader is aan overleden, mijn zusje en 2 ooms. En het gaat steeds achteruit, want er is niks te doen, dus ik heb geen behandeling ervoor. En het wordt steeds minder en dan is het kun je uiteindelijk helemaal niks meer? Of hoe moet ik dat voor me zien? Mijn spraak gaat toch uit bij, omdat ik loop alsof ik dronken ben. Op jouw spieren die kan je niet meer onder controle houden, je begint te trillen. Heel vaak denken mensen ook, die jongen is dronken of iets, die mij niet kennen en dan, En hoe voelt dat als mensen zoiets denken over jou? Ja, ik denk mensen... Dat is de eerste indruk. Hun weten niet meer. Ja, ik leg het wel uit. Dan snappen ze het. En ik neem ze het niet kwalijk. Ja. Zo. En doet het pijn wat je hebt? Ik heb er mee leren leven, zeg maar. Het is iets van, je gaat toch nooit meer beter krijgen. Je kan er blijven zitten of alles pakken wat in het leven nog kan. Ja. En geniet van de kleine dingen. Ja. Want wat zijn de dingen waarvan je denkt, vandaag daar geniet ik van nu extra, waar voorheen ik eigenlijk niet eens bij stilstand? Dat vandaag kom ik met Bram en Billy langs, dan denk ik, dit is gewoon een mooi moment en die maak je niet vaker in je leven mee. Ja. Zodat dat je zo iemand ziet en dat je zo tegen iemand opkijkt en kijk wel jullie vlogs en dan denk ik zo, wat een... Mashallah, wat een mooie jongen met echt is hij nog. Hij is een keer mooier, mashallah. En daar geniet je wel van, man. Echt bedankt. En jouw vader, hoe lang geleden is hij overleden? In 2005. Ja. Ik was 7 jaar toen. Kan je die tijd nog herinneren? Ja. Zeker, ja. Wat zijn een beetje de mooiste momenten toen die je toen nog kan herinneren met je vader? Ja, mijn vader zat in een rolstoel, dus het... Meerdere momenten gewoon net lachen en dat vooral. Ja. En ik herinner me niet echt heel goed, maar nog wel een beetje vage beelden van me. Ja. Dus ja. En je ziet wel foto's van hem terug en video's. Zeker. Ja, zeker. En wat voor gevoel gaat er dan door je heen? Ik ben niet boos of zo, want sommige mensen vinden het niet jammer dat je vader overleden is. Ja, hij is dan Allah toe. En als Allah iets wil, dan gebeurt en ik heb er vrede mee, zeg maar. Dus, En nu de situatie waar jij in zit, jouw omgeving, hè, als het gaat om je broer en de rest van je familie, hoe gaan zij ermee om? Heb jij meer moeite of hebben zij er meer moeite mee? Ik denk dat mijn broer, moeder en zus er wel meer moeite mee hebben. Dat ik het heb, zeg maar. Ik heb mee leren leven. Voor mij is het heel normaal geworden, eigenlijk.
Ja, ik heb meer... Ik voel me niet Corso. Ik heb meer een uitdaging. Ik voel het meer als een uitdaging. Ik voel me niet ziek. Als iemand met me zegt, ik ben ziek, dan zeg ik ja... Ik merk het niet eens, maar meer het... Gewoon maag worden voor mij. Ja. En ja... Ik kan er wel een hoekje bij gaan blijven zitten en dat wordt alleen maar erger. Of ik kan echt alles spannend zetten om alles nog eruit te halen wat erin zit. Ja. En ja, dat doe ik alhamdulillah. Nog steeds. Alhamdulillah. Ja. Ben je bang voor de dood? Nee, totaal niet. Nee. Als het komt, mag het komen. Dus ja, ik ben alhamdulillah naar Mekka geweest. Ik heb alles gedaan wat ik wou doen. Ja. Ik ben er niet bang voor of iets. Als het komt, kom. Je kan er toch niet voor wegrennen. Of verstoppen of iets. Je bent gezegend. Het is wel wat gezegend bent, maar ik zeg ook tegen die jongens. Voor mij is dat ik ziek ben, maar wie weet je dat jij zo meteen nog leeft. Je kan ook oversteken en aangereden worden. Dus ik probeer wel mee te geven aan de jeugd en zo. Leef met de dag en morgen is het niet beloofd. En ja, niemand heeft je morgen beloofd. Dus ja. Ja. En wat zou je eigenlijk, Steve, voor je hebt nu een moment om zeg maar iets tegen je moeder of tegen je broer te zeggen. Wat zou je dan tegen ze willen zeggen? Ik ben dat ik de afgelopen jaren een jongen ben geworden met een handleiding, zeg maar. Dat bedoel ik niet in de problemen of zo, maar echt gewoon dat ik kans heb om te vallen, dat ik dingen loslaat. Gewoon ja, ik hou van ze. En ja, sorry daarvoor dat het soms minder gaat. Oprecht. Je bent echt een voorbeeld. En het geeft mij gewoon weer energie. Super. En dit is precies waar onze video's voor staan, man. Ja, wallah. Dit is echt de liefde en positiviteit waar we voor staan. Ja, wallah, dankjewel. Shukra. Dankjewel, man. Shukra. Dankjewel. Allah, dank man. Alsjeblieft. Zeg maar dankjewel. Je de volgende keer mag weer welkom, hè? Moet je hier komen? Waar? Hier. Ja? Gaan we samen achter de kassa zitten. Je bent mijn beste vriend, hè? Goed. Wallah, dat dank je wel, bro. Alsjeblieft. Wallah, dank je wel. Wallah, hoe fuck? Nee. Wallah, Shafiq. Lekker? Oké. Okay. Mag ik een boek voor jou doen? En een knuffel. Zo veel, ja broertje? Doei dames. Doei. Doei doei. Doei. Doei.